Er is sprake van een arbeidstekort, waardoor vele vacatures in verschillende sectoren open blijven staan. Dit wezen twee onderzoeken van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken uit. Het eerste onderzoek is gedaan in de handelssector en het tweede in de sectoren toerisme, constructie, visserij, ICT en hout. Minister Stephen McAndrew zegt dat er hierdoor een scheve verhouding bestaat tussen hetgeen de bedrijven zoeken en hetgeen beschikbaar is aan arbeidskrachten. Hierdoor kan er volgens hem geen adequate match plaatsvinden. Wij hebben ook wel opgemerkt dat er ook andere zaken zijn die van invloed zijn op het niet vullen van de vacatures. Bijvoorbeeld die pilot survey had uitgewezen dat issues betreffende openbaar transport, waarbij transport niet ging naar plekken waar werkgevers aanwezig zijn en de mensen geen eigen vervoer hadden om daar naartoe te gaan. Dat die ook maakte dat vacatures niet ingevuld werden. Verder hebben we wel ook gemerkt dat de issue van lonen toch een eentje is die ook een zeer cruciale rol speelt. Suriname heeft veel micro, kleine en middelgrote bedrijven. Die zijn dominant in de economie. Maar we hebben toch wel gemerkt dat veel werkzoekenden, ook als ze komen ze pas van de schoolbanken, of hebben ze de school niet afgemaakt, dat die toch wel op zoek zijn naar lonen die in principe niet door deze micro, kleine en middelgrote bedrijven betaald kunnen worden. McAndrew zegt dat de resultaten van het onderzoek verder geanalyseerd moeten worden. Hij geeft aan dat er door het onderzoek zaken aan het licht zijn gekomen die te maken hebben met diverse factoren. Een daarvan betreffen onder andere de aspiraties die Surinamers hebben voor wat betreft werk. Een ander issue is uiteraard ook de arbeidsethos die in Suriname aan het veranderen is. En ik denk dat we ook moeten gaan kijken naar ons onderwijsstructuur, hoe dat aansluit op hetgeen het bedrijfsleven nodig heeft. Het eerste onderzoek dat heeft bijgedragen aan deze resultaten is een pilotproject dat eerder dit jaar is uitgevoerd. Het tweede onderzoek is verricht in de periode 8 tot en met 11 augustus, waarbij de bewindsman persoonlijk aanwezig was.